Bas en ik, is dit er eentje uit de categorie op de kin? En dat is nog een understatement, denk ik. Ja, ik zag je naar de kleedkamer lopen en toen hoorde je ook nog de eindstand bij IJsselmeervoogd. Toen zag ik je helemaal met je hoofd schudden. Ja, toen dacht ik, ja, daar mogen wij niet eens meer naar kijken als je zo'n wedstrijd op de mat legt, denk ik. Ja, waar gaat het mis? Overal. Ja, ik denk, ja, ga net voor rust, ga je nog met die twee in de rust in. Dan kan je nog iets doen, maar hoe wij de rust uitkwamen, is nooit een wedstrijd geweest. Overklast, is dat, of is dat te makkelijk? Nou ja, qua uitzag te zien wel, dus het, zo simpel is het. Maar ik denk ook elke bal die op onze helft kwam was een goal. Tja, dat doen we gewoon met z'n allen echt iets mis. Er was er eentje en die zei het goed in de kleedkamer. We hebben als 11 individuen gespeeld, niet voor elkaar allemaal laten vallen. Vooral dat is heel schrijnend in deze fase van het seizoen. Ja, want het seizoen is in principe nog niet afgelopen, toch? Nee, ongelooflijk. Echt ongelooflijk, ja. Heb je ergens vandaag nog het gevoel gehad dat het er wel in zat? Ik denk eind eerste helft. Ja, nee, we zaten al slecht in de wedstrijd. Maar ben je 2-1, dan is er altijd nog wat mogelijk. We hebben zelf genoeg wedstrijden gehad dat we eerst dat heel goed waren en dan tweede helft helemaal het uit handen gaven. Daar moet je dan een beetje op hopen. Maar ja, als je dan, zoals wij, de goals weggeven, ja, dan houdt het heel snel op. Hoe ga je nu voorkomen dat je na deze nederlaag het seizoen als een nachtkaas uit laat gaan? Deze komt natuurlijk wel even hard binnen bij iedereen. Klopt, nee. Ik denk dat je eerst deze met z'n allen moet verwerken en echt in de spiegel moet kijken met elkaar. Ik vind vooral het ergste dat je elkaar zo laat vallen, denk ik. Dat is, dat past niet bij de groep die we zijn, maar het is echt tekenend dit, ja. Mogen we volgende week een reactie verwachten? Ja, dat hoop ik wel, ja. Daar ga ik wel vanuit. Anders moet je mij niet bellen.